Ja. Dank u wel. Dank u wel. Minister Adriaanse zei in augustus, volgens mij was het op 19 augustus, in aanloop naar Prinsjesdag, we zullen inderdaad voor de keuze komen te staan als kabinet om te bezuinigen of de lasten te verzwaren. En ze zei, mijn voorkeur heeft zeker niet om nog meer lasten te gaan verzwaren. Wat we lezen in de miljoenennota, en ik heb het goed gelezen, is toch weer 1,5 miljard extra belasting voor de werkende mensen in Nederland. Daarboven het eerste, de eerste schijftarief omhoog. MKB-lasten gaan weer stijgen. Kortom, die lasten gaan wel weer omhoog. En het is een groep die miljoenen mensen telt. Het is niet even een groep onder die miljoenen. Het zijn vele mensen die dus gaan zuchten onder de lasten die ze nu al hebben. Maar daarbij nog meer. Wat vindt de VVD daarvan? Ja, voorzitter, ik kan het niet meer eens zijn met demissionair minister van de Economische Zaken, mevrouw Adriaanse, dat het verhogen van de lasten absoluut niet onze voorkeur heeft. Sterker nog, dat willen we niet. Wat we nu zien bij de miljoenennota die gepresenteerd is door dit demissionaire kabinet, is dat met de maatregelen die genomen worden, ook met het 2 miljard pakket, dat er een koopkrachtbeeld, om maar even dat lelijke woord te gebruiken, maar ligt waarin iedereen er een beetje op vooruit gaat. En ja, dat zouden we allemaal natuurlijk altijd heel graag meer willen. Maar ook werkende Nederlanders, gelukkig ook werkende Nederlanders, want die hebben, dat ben ik met de heer Eerpans eens, het de afgelopen jaren zwaar gehad en problemen zijn hiermee ook niet opgelost. Maar ook voor hen is er dus een plus volgend jaar. En dat vind ik hetgeen wat we nu moeten verdedigen vandaag en morgen. En waar we met voorstellen moeten kijken of we dat nog verder kunnen verbeteren naar volgend jaar. Ja, dat laatste lijkt mij een betere focus. Want niet alleen jaar 21, maar ook heel veel mensen uit bedrijfsleven, Jacco Von of MKB, VNO, zeggen juist die lasten worden te zwaar. En die groep is vergeten. En die groep heeft geen regelingen. En die groep heeft geen toeslagen om het einde van de maand mee te halen. Die zien hun inkomen relatief dalen, omdat die inflatie blijft stijgen. De pomp, de benzinepomp, het is de boodschappen. Op alle fronten lopen zij in de min. En ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk dat de VVD wel met veel aplomb akkoord heeft gegeven op de reparatie aan de onderkant. En dat is ook nodig. Waar blijft die reparatie aan de bovenkant? Ja, voorzitter, dat was het begin van mijn bijdrage en ook mijn reactie op de vraag van de heer Klaver. Ik vind het goed, de VVD vindt het goed en verstandig dat dit demissionaire kabinet het pakket neerlegt om de laagste inkomens gericht te ondersteunen, te voorkomen dat zij door het ijs zakken. Maar ik zeg daar ook bij dat voor de VVD daarmee wel een groep vergeten wordt. Een groep die we vaak vergeten, waarbij ook vaak de rekening is neergelegd in de afgelopen jaren. En dat is die groep werkende Nederland. Dat is die groep met dat hele normale inkomen. De verpleegkundige, de onderwijzer, al die mensen die bij het MKB, of in ons MKB moet ik eigenlijk zeggen, ons midden- en kleinbedrijf werken. En daarom zeggen wij ook in het debat vandaag en morgen, als we met elkaar kijken, is er nog wat mogelijk voor 2024, dan moeten we ook oog hebben voor die groep en moeten we ook voor deze groep iets kunnen doen. Tot slot, de heer Eerpans. Ja, tot slot. Het punt raakt natuurlijk ook aan de betrouwbaarheid. Als je kijkt, ik bedoel, Schiphol mocht niet krimp, moest uitbreiden, toch krimpbesluit door minister Harbers genomen. Asiel, migratieprobleem. Zou er grip op gaan krijgen. Helaas zien we een dwangwet door de staatssecretaris van de VVD ingevoerd. Nu weer deze lastendiscussie. Hoe betrouwbaar is de VVD als je de hele tijd blijft zeggen A en je weigert om B te doen? Voorzitter, ik maak hier duidelijk wat mijn inzet is. Wat de inzet van de VVD-fractie is voor de algemene politieke beschouwingen voor het jaar 2024 voor Nederland. En ik zeg daar heel duidelijk bij dat als we nog iets extra's gaan doen, dat voor ons betekent, dat kan niet alleen voor de laagste inkomens zijn. We moeten ook naar die mensen kijken met die middeninkomens, die hardwerkende Nederlanders. En dan komt het ook aan op hoe gaan we dat betalen. Ik ga daar zo meteen in mijn betoog verder op in. Want de lasten verzwaren bij ondernemers, ja, dat komt rechtstreeks weer bij ons terug. Dat is niet de route die wij vinden dat we moeten gaan.